allemaal, daar zijn we weer. En vandaag met een recept speciaal voor Sinterklaas. Want dat is het natuurlijk volgende week. We gaan jullie laten zien hoe je met maar 3 ingrediënten zelf een chocoladeletter kunt maken. We hebben hiervoor nodig 300 gram pure chocolade. 20 gram kokosolie en kokosroom uit 1 blikje. Dat is het. Simpeler dan dit wordt het niet. We smelten de chocolade. Grote pan. En daar scheppen we de 20 gram kokosolie bij. Dit laat je heel even staan. Hoef je verder niet naar rond te kijken. Dan pak je een blikje kokosmelk. Op het moment dat je deze koopt in de winkel, zal je zien dat het overgrote deel van het blikje gevuld is met vloeistof. Wat je wil is die kokosroom verzamelen aan de bovenkant, want dat is dat harde, dat stevige. En daar ga je straks de slagroom van maken. Dus, tip voor iedereen die denkt, we gaan dit recept proberen. Dan zijn we nu al hele goede vrienden, dat maakt me heel erg blij. Voordat je de chocoladeletter maakt, zet het blikje een nachtje in de koelkast op zijn kop, zodat het room aan de bovenkant verzamelt. Dan krijg je dit. En dat is waar we op zitten te wachten. Dat schep je eruit. Doe je in een grote kom. En hetgeen wat je dan overhoudt, echt de melk, de vloeistof, die bewaar je dan in de koelkast en die kan je straks door een curry heen scheppen of door een soepje gebruiken. Hoeft niet weggegooid te worden. En dan gaan we mixen. Met staafmixer. Ook leuk. Als je straks kerstrecepten hebt en je denkt, ik wil zelf wel eens proberen slagroom te maken. Precies hetzelfde. Alleen voeg je er dan een klein beetje kristalsuiker aan toe. Heb je opgeklopte kokosroom in de vorm van slagroom. Deze is nog steeds niet gesmolten. Roer je door elkaar. De chocola en de kokosolie zijn gesmolten. Heeft ongeveer 5 minuten geduurd. Hebben niet allemaal veel procent voor jullie, wat je snapt. Die schenk je. Kijk nou. Wow. Moet je even zien hoe goed dit eruit ziet. Die schenk je over de kokosslagroom. Dit roer je door elkaar. Dan laat je hem heel even afkoelen, zodat hij iets stolt, iets dikker wordt. En dan gaan we hem daarna in deze spuitzak doen. En dan gaan we er een hele mooie chocoladeletter van maken. We zijn 10, 15 minuutjes verder. Je moet er echt voor zorgen dat die chocola hard is. Ik heb hem inmiddels in een spuitzak gedaan. Want daar had ik een beetje hulp bij nodig. Dat ging helaas niet alleen. Maar dan ben je dus zo verder. En dan is het tijd om een chocoladeletter te maken. Nou zit ik heel erg te denken, welke letter ga je nou maken? Je kan voor de S gaan van Sanne, dat is natuurlijk het allerleukste. Maar Eve en Tijn zijn er en ik dacht het is misschien wel leuk als ik een chocoladeletter voor die twee ga maken. Dus we gaan een E en een T maken. Maakt dus eigenlijk niet uit. Ik snap ook niet helemaal waar dit verhaal naartoe gaat. Maar je kan dus alle letters van het alfabet maken nu. Oké, we gaan dit proberen. Een beetje knijpen. Dan heb je de letters gemaakt. De T en de E of te. Het begin van te gek. Te fantastisch. Te lekker. En dan is het versieren geblazen. Ik heb wel even gevraagd aan Tijmen en Eve wat ze lekker vonden. En die wilden graag en pepernoten en pistachenootjes. Dus die gaan we als topping gebruiken. Maar als je thuis nog andere ideeën hebt, zoals nootjes, sprinkles, karamel. Doe gek! Doe alles door elkaar, zodat het er feestelijk uitziet. En dan, heb je je eigen chocoladeletter gemaakt? Ik vind het fantastisch. Deze gaan de koelkast in, ongeveer een kwartiertje. Daarnaast het smullen geblazen. Je kan deze natuurlijk voor jezelf maken, heel veel. Alle letters van het alfabet. Maar weet ook dat dit natuurlijk een heel leuk cadeautje is om te geven. Mooi inpakken, lintje eromheen. En dan heb je je eigen zelfgemaakte vegan chocoladeletter waar echt iedereen blij mee gaat zijn. Voor iedereen die denkt, goh, dat was grappig. En eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, wil ik ook. Het recept staat onderaan de video. Gewoon meteen maken, gewoon doen. Voor iedereen die denkt, oh, dat was wel leuke inspiratie.
Dit wil ik volgende week weer. Abonneer je dan heel even op ons YouTube kanaal. En voor tussentijdse lekkere recepten, leuke tips, tricks, etc. kijk heel even op Facebook en op Instagram. En volg ons daar. Ik zie jullie volgende week weer. Maak er een hele mooie week van. En tot snel.